Hey, het is ik. Ik ga vandaag een keer iets uittesten. Ik doe dat niet vaak. Allee, ik doe dat vaak, maar ik film het eigenlijk nooit. Het is iets superleuks. Het is iets dat ik nog nooit gedaan heb en dat ik al heel lang wil. Ik heb namelijk over niks meer of minder dan de 3D-printer. Dat in het boekje van de Aldi staat. Die is nu te verkrijgen in de Aldi. Die kost €299. En ik heb hier eentje staan achter mij. Dus ik ga die unboxen samen met jullie in elkaar steken. En dan gaan we zien wat we gaan maken natuurlijk. Je moet weten, of je weet het al, wij zijn super grote fans van de Aldi om te beginnen. Pieter zit namelijk net boven de Aldi op kot. Wij kunnen hier voor alles gewoon naar beneden lopen en we hebben alles wat we willen. En nu hebben ze ook 3D-printers. Ik ga die open doen en in elkaar knutselen. En ik ben voorbereid. Dus we gaan beginnen met het leukste. Zijn bandjes doorknippen. Cadeautjes, precies in dat vent. Ah, zo vervelend. Oké. Okay. Daar hebben we kabeltjes. Een sleutelsetje. Nog een kabeltje. Iets voor het ijs mee van uw auto te schrappen wat gevroren is, niet waar. Dit gaan we ook wel kunnen gebruiken, veronderstel ik. Onderdelen. En nog onderdelen. En een geheugenkaartje. Hey, even tussendoor. Vergeet alsjeblieft je niveau niet voordat je gaat printen, oké? Okay? Als je laag niveau hebt, moet je niet doen. Nee, is niet waar. Ik heb hier nog een doosje en daar staat erop white. Dus ik veronderstel dat dat de spoel gaat zijn. Tada! Dus hiervan worden er dus voorwerpjes gemaakt met een 3D-printer. Hiermee kun je dus printen. Dat is dus eigenlijk je papier dat je nodig hebt. Ik ga even de snelle starthits erbij nemen. Plaats de X. Rudetoren en het verarmde printbed op een schoon waterpas werkoppervlak. I got this right here. Verwijder voorzichtig de kabelbinder die de... Ik heb er al op gespuugd. Fuck. Die de extruder op zijn plek houdt. Ik moet hier al een chirurgische ingreep doen. Chance dat ik schaar mee heb. Gelijk de echte. Veronderstel dat dat is. Dat is niet juist. Oh my god, lijkt of dat een bom rondplant. Dit was zeker, hè? Oh my god, dit knipje. Oh my god. It feels right. Oké, okay, dus we hebben hier een touchscreen en ik ga beginnen met de taal in het Nederlands. Voilà, Waterpas Wizard. De Waterpas Wizard leidt u automatisch naar elk van de vier hoeken van de bouwplaat. Gebruik het duimwiel om elke hoek waterpas in te stellen tot u enige weerstand voelt als u een vel papier tussen de bouwplaat en de extruder schuift. Druk op volgende om te beginnen. Oh my god, he's doing it on his own. Wow, oké, dat ziet er cool uit. En nu? Als hij dus op die hoek staat, moet ik aan die wieltjes draaien, zodat dat een beetje naar boven gaat, dat dat echt zo heel nip er tegen zit, dat je zo eigenlijk papier er... Bijna niet kunnen, allee ja, het moet een beetje weerstand bieden, ik ga het zo zeggen. Dus we gaan dat nu een keer doen. Oh my god, eindelijk. Ik ga je zeggen, ik heb een foutje gemaakt. Dus ik had gelezen en het staat eigenlijk ook wel zo in de instelling. Dus misschien is dat mistypt. Oftewel ben ik dom, oftewel is het slecht uit te leggen. Ik ga eerlijk zijn, ik vind dat sommige dingen in de handleiding wel heel moeilijk uitgelegd zijn. Ik ben zelf redelijk slim, maar er worden veel moeilijke woorden gebruikt. Nu, alles is terug te vinden in het boekje. Je hebt ook zo'n fotootje waar je alles kunt zien wat dat wat is. Dus ça va uiteindelijk, maar ik heb wel heel veel dingen 10 keer moeten lezen voor één dat ik het snapte. Dus laat ik daar eerlijk over zijn. Ik heb al heel veel geduld gehad tot nu toe. En dus er stond dat je de woordjes hier onderaan
en klokwijzing, bijvoorbeeld anti-klokwijsrichting bedraaien, totdat er eigenlijk een minimale ruimte tussen die twee plaatjes is. Zo staat er letterlijk in. Terwijl eigenlijk om mijn waterpas te zetten, want dan kan je net nog superveel ruimte over, terwijl dat er maar 0,01 mm mag zijn. Dus ik heb ze nu eigenlijk helemaal losgedraaid. En nu die waterpas dingen gedaan en dan kan ik ze eigenlijk vaster zetten. En zo is het gelukt. Dus nu staat die waterpas en is het in orde. Dus ik ben heel blij dat dat gelukt is. En dan kan ik nu eindelijk overgaan naar de volgende stap. Oké, de volgende stap is het filament toevoegen. En omdat ik ondertussen al weet dat die een draad is, ben ik heel gelukkig. Daar is iets waar dat niet veel stof mag op komen, dus je moet dat altijd heel goed bewaren. Dat staat ook in het boekje. Op het hoofdscherm selecteert u filament veranderen. Filament toevoegen. Selecteer het gewenste type toegevoegde filament. Oké, dus dat is pla. Dat staat daar dus op welk soort dat is. En hier staat erop pla. Ik denk dat dat plastiek wil zijn. Je hebt dus op het schermpje een minuutje waar je dus de temperaturen en zo kunt zien. De printer zal de extruder tot de gewenste temperatuur verwarmen. Ah, je kunt dat hier zien. Oké, wow. Dus nu zit hij al aan 68 graden van 190. Al aan 74, 77, 80. Ja, zo rap gaat het dus. Dus dat doe ik dan hierop. Oh my god, dat gaat inderdaad automatisch. Oh, het is kapot nice! Wow, hij slurpt dat gewoon op. En dan gaat hij dat uitspuwen. Oh my god, he's coming. Sorry. Daarna gaat het over de SD-kaart. Dus plaats uw SD-kaart. Dus ja, er zit daar een SD-kaartje bij. Dan moet je dat in je computer steken. Raadpleeg de handleiding van je computer voor eventuele verdere aanwijzingen. De SD-kaart verschijnt als map. En dan moet je geconverteerde G-code bestanden gewoon daarop zetten. En dan moet je hem in de printer steken. Oké, ik heb dus nog geen bestand om af te drukken. Oh my god! Dus mijn eerste 3D-printsel. Bij deze. Nee, dat is niet dat. Oeh, oké, dus dat is gelukt. Nice. Dus die staat klaar. Dan ga ik even een leuk ontwerp zoeken. Als je in het boekje kijkt, een handleiding, zie je allerlei sites waar je kunt naartoe gaan. En leuke ontwerpjes op te downloaden. Er bestaan er nog veel meer. En ik heb vlug een keer op een van die sites gekeken. En het is niet te doen wat je daar allemaal op vindt. Echt zo van die balkjes met zo'n dingetjes aan voor al je iPhone-kabeltjes en zo in te steken. Dat allemaal blijft zitten. Alles van Pokémon, Pikachu's, Charmanders, alles dat je kunt inbeelden. Mario, zelfs zo'n machientje voor domino-steentjes te zetten. Fietszadels, ik heb echt alles gezien. Dus je kunt daar zoals alles mee maken, zolang dat erin past. Maar ik ben een beetje bang dat ik strikes of copyright claim of whatever ga krijgen als ik een ontwerp van die site haal. Dus, alle chance. Ik kijk hier op dat SD-kaartje en daar staan natuurlijk al enkele G-codes op. En ik heb hier unicorn zien staan. En mijn zus is tot van unicorns. Dus die keer aan wat ik ga maken, inderdaad. De unicorn. Dus ik ga nu dat SD-kaartje hierin steken en dan ga ik het uittesten. Plaats de meegeleverde SD-kaart in de sleuf aan de rechterzijde van de 3D-printer. Dat is hier. Oké, het is nu aan het laden. Dus ik ga nu ook door gaan drukken. Dan gaat het begin. Dus ik zie jullie subiet als de unicorn klaar is. I'm so excited. I can't. Kijk. Oh my god. So, it's ready. Oké, dus print is klaar. Nu moet ik wachten totdat het printbedje en dat ding met een moeilijke naam afgekoeld zijn. Dat dingetje dat ik zei van het ijs van uw auto's te schrapen, is dus voor uw dingetje van het printbed te schrapen. Dit is mijn unicorn. En zoals je ziet hangt er nog een stuk aan.
Nu, ik heb niet zoveel tijd, dus ik ga dat daar rustig proberen van doen. Ik ga dat nu niet doen, want ik moet door. Maar dus, dit is hem geworden. Dankzij de printer. En dan ga ik maar gewoon mijn eindgedachte erover geven. Ik ben er tevreden over. Het werkt, zoals je ziet. Ik had niet verwacht dat mij ging lukken, wat ik heel eerder mag zijn. Ik heb het ook in mijn kerkkunst. Het heeft een beetje moeite gekost, maar ik denk dat dat grotendeels ook aan mij ligt. Er staan een paar foutjes een beetje in de handleiding. Sommige dingen staan wel moeilijk uit te leggen. Daar gaat niet over liggen. Ze gebruiken ook moeilijke woorden. Ik heb sommige dingen 10 keer moeten lezen, maar dat kan misschien ook aan mij liggen. Dus wie weet. Dus ja, ik ben tevreden. Het werkt. En ik kan niet wachten tot aan Pieter te tonen. Binnenkort gaat hij hem dan een design maken. En ik denk dat ik misschien binnenkort mijn logo zelfs daarmee ga afprinten. Misschien dat er nog een video over komt. Wie weet. Misschien wel, misschien niet. En anders gaan we zeker mijn stories in de gaten, want daar zal ik het ook doen. Wil jij die printer ook, dan kun je hem dus gaan halen in de Aldi. Die ligt daar nu, die staat in het bladje. Ik ga het hierbij laten dan. Merci voor het kijken allemaal. Ik vond het zelf heel tof. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. En als ik een keer vaker iets moet reviewen, laat het maar weten. Hè. Of Aldi, als jullie nog productjes hebben dat moet reviewen, stuur het maar op. Merci voor het kijken, tot ik er weer zie. Met of zonder een unicorn met nog een stukje draad aan en een stukje plastic. Doei!